waarom kan er in mijn leven nooit eens iets gewoon normaal gaan? Ik heb dus gewoon als een normaal persoon gewoon super aardig de was opgehangen. Besef eventjes wat er is gebeurd. Ik wilde dus gewoon eventjes een borstel pakken net voor ik ging opnemen. En toen zag ik ineens deze fucking ravage. Dit is gewoon helemaal nat. Ah, maat. Het leuke is dat onze houten trap niet tegen water kwam. Dit lijkt een vlog, maar dit is gewoon eventjes een heerlijk begin van de video. En... oh mijn god. Je zou dus denken dat het hier gestopt is. Deze trap is sowieso wel helemaal nat. En dan loop je naar beneden. En hier begint er... nee! Oké, volgens mij is dit gefixt. Deze is alleen zo'n 9 keer op de grond gevallen. Maar dat maakt verder niet uit. Het staat. Ik ga nu mijn video opnemen. Ja, deze hele ravage was dus ook live te volgen op mijn Snapchat. Die je hier trouwens eventjes kan toevoegen. Lize van Wijk. Op mijn Snapchat vind je vooral een persoon die probeert iets van het leven te maken. Maar in vrijwel alles gewoon echt mega hard faalt. Zoals juist gewoon de was ophangen en de hele trap laten overspoelen. Die niet tegen water kan. En verder gewoon wat soms wat random selfies of vage. I don't know. Voeg maar gewoon toe. Is leuk. Maar er zijn er ook een paar mensen die het doel en het gebruik van Snapchat gewoon echt compleet niet begrijpen. Gewoon de do's en don'ts van Snapchat die zijn gewoon volgens mij compleet langs hen heen gegaan. En over die mensen ga ik het vandaag hebben. Mocht je mij nou voor het eerst zien, vergeet dan natuurlijk niet te abonneren zodat je veel vaker video's kan zien. En doe natuurlijk alvast dat blauwe duimpje omhoog. De allereerste irritante mensen op Snapchat zijn de poffers, de Vape Nation mensen. Deze mensen zitten volgens mij echt 24/7 in de shisha lounge of gewoon 24/7 in de rook. Ze zijn volgens mij gewoon in een soort verkeerd lichaam geboren. Ze hadden liever in de draak van de Efteling geboren willen zijn, zodat er altijd 24/7 rook uit hun neus kan komen, want dat is volgens mij het enige wat ze doen. De tweede categorie irritante mensen op Snapchat zijn de selfie queens. We hebben allemaal wel eens van die dagen waarop je denkt, op deze manier mag mijn crush mij elke dag wel zien. En op deze dagen doen we allemaal eventjes een selfie in onze story. Ik bedoel, ja, het gebeurt ook niet vaak dat je er goed uitziet en dat je dat aan iedereen mag laten zien. Dat mag, dat kan. En meestal stuur je dan ook gewoon een paar selfies naar wat random mensen, je recente en zo. Maar er zijn ook mensen die het nogal overdrijven. Deze mensen hebben zo'n dag dat hun crush hen elke dag mag zien, zeg maar elke dag. En dat is ook de reden dat wij elke dag en elk uur een andere selfie van deze persoon in ons Snapchat verhaal zien. Of in... hun Snapchat verhaal. Want hey, zo kan je dus wel 24 uur lang op 78 verschillende manieren van jou genieten. Natuurlijk, ik heb helemaal niks tegen selfies in je verhaal. Maar je kan ook een beetje overdrijven door je hoofd op één dag zo'n 78 keer met verschillende filters en kleuren en effecten gewoon in je story te droppen en iedereen daarvan te laten genieten. Wat mensen niet doen. De derde categorie irritante mensen op Snapchat, dat zijn de honden. Mocht je nou een dag hebben waarop je er minder goed uitziet, dan hebben we echt de redding van de eeuw en dat is de hondenfilter. Het is altijd fijn dat een soort van backup plan voor je klaarstaat, mocht je nou eventjes een dagje niet zo getroffen hebben. Maar bij sommige mensen lijkt het alsof zij een soort van leven in de hondenfilter. Overal waar ze gaan, elke selfie die ze posten, elk filmpje zie je niet alleen hun hoofd, maar op dat hoofd zit dan een neus, twee oren en er komt af en toe zo'n tong uitrollen met een vreselijk irritant geluid. Ik bedoel, we begrijpen het. Honden zijn hartstikke leuke beesten. Ik zou zelf ook heel graag een gedaanteverwisseling met een hond willen doen, zodat ik ware wanneer ik maar wil schaamteloos een andermans billen kan ruiken. Wie wil dat nou niet? Er is alleen wel één klein probleempje. Stel je hebt een crush en je gaat ermee afspreken, maar het enige wat mensen van jou zien is jouw hoofd met een hond erop. Ja, en je komt er dan aan bij je crush. Hey, ik ben Lize. En jouw crush zegt, wow, wacht. Ik dacht dat ik een Netflix en chill date met een hond ging hebben en niet met een levend persoon. Alsjeblieft, ga weg. Ja, daar zit je dan. Dus het is misschien wel handig om die hondenfilter soms gewoon eventjes weg te laten. Dankjewel. Hebben jullie ook wel eens dat je verhaal van ongeveer 10 seconden vertelt en zo'n 3 seconden later vertel je precies hetzelfde verhaal aan precies dezelfde persoon? Nee? Nee? Ik dus ook niet. Als je een Snapchat maakt en je besluit deze in je verhaal te zetten. Het doel van je verhaal is dus dat je niet iedereen aan hoeft te klikken omdat mensen hem automatisch wel gaan zien. Wat dus betekent dat je hem niet naar iedereen hoeft te sturen. Dan hoef je hem ook niet nog een keer naar iedereen in je contactenlijst te sturen. Zodat iedereen hem dubbel kan zien. In het echte leven vertellen we een verhaal ook niet twee keer aan dezelfde persoon. De volgende categorie irritante mensen op Snapchat, dat zijn de... ik zorg dat je 6 uur van je dag verspilt aan het kijken naar mijn Snapchat verhaal personen. Een Snapchat verhaal. Leuk, handig, zodat je niet de hele dag door, als je bijvoorbeeld op een feestje bent of op een festival, de hele dag door Snapchat naar al je contactpersonen hoeft te sturen. Maar mocht je nou een dagje niet zo actief zijn op Snapchat en je ligt 's avonds in je bed en je gaat eventjes gewoon door je contactenlijst om te kijken wat al jouw Snapchat vrienden de hele dag hebben gedaan, dan is er altijd die ene persoon met dat Snapchat verhaal wat zo'n 6 uur lang duurt, waardoor jij als een bezeten specht op je beeldscherm moet gaan tikken, wil je dat dat Snapchat verhaal verdwijnt. Ik bedoel, we begrijpen het. Je hebt een leuke dag gehad, je bent op een festival geweest, maar dat had je ons ook gewoon kunnen laten zien door 1 of 2 foto's of filmpjes in je verhaal te zetten en niet 980 foto's. En wanneer ik helemaal gek word, is als het dan ook nog gewoon 980 foto's met hondenfilters zijn.
Deze mensen voelen zich een soort van Snapchat-vloggers. En ze denken dat iedereen het super interessant vindt om te kijken naar andermans leven. Maar daar bestaat zeg maar al een platform voor. Dat heet volgens mij YouTube. Moet je eigenlijk eens kijken. Dat is gewoon, ja, dat is best leuk. En dan als laatste categorie de Snapchat-verhalen. Waar ik letterlijk echt helemaal gek van word. Dat zijn de, ik heb even aandacht nodig door middel van een zwart beeld. Zodat ik het jou lekker ongemakkelijk ga maken. Soms zie ik mensen in mijn lijstje van Snapchat contactpersonen, zie ik dan een zwart beeld hebben gepost. Vet interessant. Superleuk. Fijn om naar te kijken. Meestal duurt deze ook gewoon 10 seconden. Maar oké, dat geeft verder niet. Het ding is dat dit zwarte beeld vrijwel niks qua nuttige informatie weer geeft. Want meestal staat er, kutdag. Lekker weer dit. Of een of andere Engelse kutquote. Fijn, thanks dat jij dit met ons wilt delen. Wij hebben hier vrijwel niks aan. En je plaatst ons in een enorm ongemakkelijke situatie. Aangezien wij ons nu een soort van sociaal verplicht voelen om naar jou toe te gaan. En op dat pijltje te drukken van, yo, what's up? Maar eigenlijk weten we al dat het antwoord hierop gaat zijn. Dat vertel ik liever niet. Ik kan er nog niet over praten. Moeten wij nu met z'n allen om een grote ronde tafel gaan zetten om uit te vinden wat er met jou is gebeurd op deze specifieke dag? Ik bedoel, is je schildpad overleden? Heb je je teen tegen de tafelpoot gestoten? Een beetje duidelijkheid is niet heel verkeerd. Nou lieve kijkers, dit was de video weer. Vond je hem nou leuk? Doe dan natuurlijk wel een blauw duimpje omhoog als je dat nog niet gedaan hebt. Ben je nou nieuw? Vergeet dan natuurlijk niet te abonneren om vaker video's van mij te zien. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Mocht je zelf nou nog mensen hebben waar jij echt helemaal dood aan ergert op Snapchat, laat ze zeker even hieronder. En dan ga ik kijken of ik me daarin kan vinden, want ik heb waarschijnlijk wel hetzelfde. Er zullen vast nog wel, wow, wat gebeurt met het licht? Er zullen vast nog veel meer irritante Snapchat types op Snapchat te vinden zijn. Nogmaals, bedankt voor het kijken. Check natuurlijk nog even mijn sociale media in de beschrijving. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Joe!